Het Nieuwsblad. De koers is van ons. De koers was van ons. De koers is van ons. En de koers blijft van ons. Ook in het jaar van corona. En dus is dit, van het Nieuwsblad, het overzicht van een wielerjaar zoals er nooit eerder een was. Met Oliver Naassen, de mondigste van alle renners. En met wielerredacteur Bram van de Capelle en eindredacteur Lars Godot. Vandaag deel 4 van deze vierdelige podcast. Het WK en de najaarsklassiekers. Ik wist dat er is ging winnen. Ik wist echt dat er is ging winnen. Ik heb vooraf gezegd, ook tegen... Dat wordt vaak gevraagd, van zie je dat nu zitten, dat BK haar eind 2 dagen op een tour? Ik zei, nee, want ik ga er verkracht worden door Dries de Bont, dat niet schoon is. En ja, het is gewoon zo. Ik ben Lars Godot, eindredacteur bij het Nieuwsblad. En ik ben Bram van de Capelle, wielerredacteur bij dezelfde krant. En in deze podcast overlopen wij het wielerjaar samen met Oliver Naassen. In het vierde en laatste deel van ons wieleroverzicht met Oliver Naassen trekken we dan toch de Vlaamse wegen op en herbeleven het WK van op de eerste rij. Oliver, toch nog één zekerheid in dit knotsgekke jaar. Een WK in september, dat is toch iets dat niet veranderd is. Mooi, hè? Pakt ons eens mee naar het parcours. Hoe lastig was dit jaar? Dat was super lastig, hè. Tijdens de Tour polste ik al over een deelname aan het WK, maar ik dacht zo, ik kan wel iets bergop, maar dat parcours is echt veel te lastig voor mij. Dus ik dacht niet dat ik ging geselecteerd worden, maar ik drong er dan toch op aan dat de coureurs die lengte van die koers aankunnen, ze lopen er ook geen honderd rond in België. En het was echt als 100% dienende rol. Samen met Jasper Stuyven, we hadden dezelfde rol, dus hebben we dan toch gezegd van oké, dus we gaan toch gaan en we gaan er toch voor gaan. Om maar te zeggen hoe lastig dat was als we zelf twijfelden om deel te nemen. Hè. Er zaten twee echt lastige hellingen in en één kon echt wel vergelijken met La Redoute in Dardenne. En het aantal hoogtemeters in totaal was ook vergelijkbaar met een superzotte bergrit. Ja, want voor u was het snel heel duidelijk. Er is maar één tactiek en dat is alles voor wat doen. Natuurlijk, ja. Over een WK kun je normaal veel zeggen en schrijven, maar nu dit jaar kun je echt niks over. Je kunt maar één deftig artikel schrijven, dat is van wij gaan naar 2K met wat en that's it. Ja. Dit jaar is dat dan wel simpel, maar al andere jaren... Andere jaren is dat veel moeilijker, want dan heb je zo die een plateau van renders die op een goede dag is de beste. Je kon nooit niet echt zeggen van... Die is nu een pak beter dan de rest en dit jaar konden we dat echt wel zeggen. Neem ons eens mee naar de avond voor het WK, de premies en zo, dat ook een beetje. De kopmama zegt van ik betaal dit en dat. Hoe was dat dit jaar dan in Imola verlopen? Hetzelfde is anders. Dat is altijd zo wat hetzelfde. Dat is een heel duidelijke briefing. Iedereen krijgt zijn rol. Dat was Oliver en Jasper. Positie. En tot die voorlaatste ronde geraken, tot die derde laatste ronde geraken. En dan is dat aan Tish, Tim, Loïc, noem ze allemaal maar op. De mannen die beter bergop kunnen om... Samenhouden. Voor Wout. Greg, laatste ronde met Wout. En Wout pakte bij. Dat was de briefing, kort gezegd. En dan over die premies. Ja, dus je hebt de premie van de bond. En als er iemand wint, doet hij daar meestal afstand van zijn deel. Wordt dat verdeeld onder de ploegmaat. En dan is het aan de kopman of winnaar om te zeggen van... Als ik win, doe ik er nog dat of dat bij. En andere jaren is het altijd... Is het voor u goed? Ja. Is het voor u goed? Ja. Want dan heb je altijd meerdere kanshebbers in verschillende scenario's. En nu heeft er dat maar één moeten uitspreken eigenlijk. En dat was wat. Dus dat was echt maar één kopman. Want ja, voordien was dat blijkbaar een beetje een gedoe in Yorkshire, heb je begrepen? Niet echt eigenlijk. Wacht, zou ik even denken. Het jaar voordien was dat... Dat waren Greg en Phil toen, de kopmannen. En die zeiden dat. Die zeiden bedrag. Oh, dat is goed, geen probleem. Zoveel de man, perfect. En dan, ik weet nog dat Tim de Klerk zei, al lachend. Als ik win, ik kan dat niet betalen. Nee. Dat weet ik daar nog van. Dus dat was een hele lichte sfeer. En dat was leuk en grappig. Dus dat was zeker niet, dat was zeker niet overdreven. Is dat nog nooit gebeurd dan? Dat dat echt een beetje discussie is de avond ervoor? Of het nu over die premies gaat of over de rolverdeling? Over de rolverdeling, dat weet ik eigenlijk vrij ver op voorhand. Voor eender welk WK dat ik al gedaan heb, weet ik wel op voorhand min of meer... waar dat ik me moet situeren in de selectie. En dat is voor iedereen die geselecteerd wordt zo. Hè. En dus daar wordt eigenlijk nooit over gediscussieerd. Maar dan, en die premies, ja, daar heb ik nog nooit discussie over gehoord. Want ja, je moet één al winnen. En ten tweede, ja, de gasten die geselecteerd worden voor een WK. Een premie is super, maar dat verandert niet zo vrij veel aan uw jaar normaal gezien. Maar ik kan me inbeelden dat iemand die ook in zijn ploeg kopman is, dat hij dan niet meer zomaar zegt van ja, ik ga hier super vlot voor u rijden en voor andere kopman. Dat dat toch een beetje wringt. Eigenlijk niet, want een WK is... Iets anders. Er bestaan geen ploegen op een WK. Ik heb elk WK eigenlijk al een dienende rol gereden. Ondanks dat ik bij Agen-de-Zijre altijd kopman ben in dagswedstrijden. Bij de ploeg hebben ze daar nog nooit iets van gezegd eigenlijk. Allee, ja, Vincent heeft er al wel een opmerking over gemaakt. Van, ja, gaat weer op kop gereden voor een dien of een dien in het WK. Ik had daar de hele dag op kop gereden voor Boon.
daar worden we wel een keer over gelachen, maar ja, in een WK rij je voor uw land en dat zit. En ik denk echt niet dat er iemand problemen mee heeft. En gasten die er wel problemen mee hebben, dat maakt van hen geen slechte mensen, maar die gaan gewoon nooit mee moeten. Over het WK zelf, je werd de enige Belg die niet door de mixzone komen, zegt eraf. We hebben je niet meer gezien. Ja, ik weet niet, de bussen stonden... Ik ben afgestapt bij het ingaan van de laatste ronde. Dus, ja, dat hebben we niet gezien. De rest ja, nee, wel. Ik heb achteraf ook gehoord dat de mixzone achter de finish was en dat ze dan linksaf sloegen naar de bussen. Maar voor de finish stonden die hekjes ook open en ik zag de bussen daar staan. Dus ben ik gewoon daar afgeslaan. Dat was niet meer... Het was niet om de schande van de DNF te... De DNF doet altijd pijn, want ja, ik heb er normaal niet veel. Het is uitzonderlijk voor mij om af te stappen, maar ja... Ik heb echt wel heel die koers ja, proberen wat en gerecht bij deze 10-15 te houden. Dus dat doe je niet gratis. Hè. En dat is ook dingen, als ze zeggen het is voor het helpen, dan is het voor het helpen. Hè. De renners die in mijn groep zaten, hebben die koers wel uitgereden. Maar ja, ik ben niet geselecteerd voor 48ste te worden. Hè. Het is voor die mannen zo energiezuinig mogelijk aan die finale te brengen. En dat was goed gelukt. Dus. Je hebt dat nu voor wat gedaan op het WK in Imola. Verwacht jij nu eigenlijk zo'n keer een wederdienst ergens ooit op een andere manier? Niet op een WK, dan maar in een andere koers? Dat is moeilijk. Dat is eigenlijk praktisch onmogelijk. Want de ganse selectie heeft dat voor wat gedaan. Ja. En toevallig zijn dat allemaal zijn tegenstanders in alle wedstrijden. Dus ja, moeilijk. Dan moet hij 8 eendagskoersen gaan weggeven eigenlijk. Als hij iets wil terugdoen. Nee, wat verwachten? Niks. Moest een dag ooit komen dat... stel nu in Leuven bijvoorbeeld, dat er iemand anders de beste Belg is. En wat dan de start, dan verwacht ik van wat dat hij voor die andere Belg hetzelfde doet als dat wij voor hem gedaan hebben. Maar dat is... logisch, dat gaat voor hem ook geen enkel probleem zijn. Maar ja, we gaan er nu wel niet vanuit dat hij niet de beste Belg is volgend jaar. Daarvoor is de marge wat groot. Het is niet zo dat je volgend jaar of in twee jaar in een koers zo'n keer gaat zeggen van iemand moet niet vergeten. Wat? Zo in de situatie komt. Als hij bijvoorbeeld op mijn territorium de kermiskoers van Erpenmeer of Berlaren komt rijden en we zijn met twee weg, ga ik het hem toch een keer vernoemen dat hij met een betere 200 watt minder rap sprint. Dat wel, maar je kunt dat... Dan zou ik dat misschien wel al lachen durven zeggen, maar dat kun je echt niet doen in een echte grote wedstrijd. Dat is wel een keer lachen, denk ik. Dus twee dagen na het WK, alweer aan de bak deze keer. Het was een drukke periode. Dus, ja, absoluut. Niet te veel mijn bed gezien thuis. Nee, deze keer de Bing Bang Tour. Ik wil even helemaal terug naar ons eerste deel. Ja. Met uw portie pech uit februari, die toen al opgebruikt was. Ja, niet dus. Nee, aardooien, rit 1. Ze hadden de aankomst verveiligd tegenover andere jaren en toch een massaval, 1,5 kilometer van de meet. Nou, ik zat er natuurlijk middenin en pijnlijkste val ooit. Pijnlijkste val ooit? Ja, toch wel. Ik had mijn knie verdraaid in die val en ik heb nooit zoiets pijnlijks meegemaakt. Eigenlijk. Ik heb toch wel een paar dingen gebroken ook door de jaren heen en het eerste zat er echt wel ver bovenuit. Dus dat was toch wel... In mijn gedachten was het toch gepasseerd voor een tijdje, de koersen. Serieus? Ja, ik zag dat er onmiddellijk ook zwellen. Je knie was er direct twee keer zo dik als... Dat is normaal, echt binnen een paar seconden, dat is gigantisch veel zeer. Dus ik dacht dan op kruisbanden af of weet ik veel wat dat allemaal kan scheuren aan de knie, maar ik dacht dat het allemaal gescheurd was. Ja, mooie ja. Geste van de Belgische kampioen, Dries de Bond, die heeft u... Ja, het waren er een paar. Hè. Ik kon mijn been ook gewoon totaal niet meer plooien, kon er niet op staan. Dus ja, ik wou wel nog die koers finishen, want dat is altijd... Dus ik weet natuurlijk wel hoe pijnlijk dat ook is. De klop zelf, dat kan ook gigantisch pijnlijk zijn. Dus het zou zomaar kunnen dat een dag nadien... een beetje beter is. En ik heb nog altijd die schoten nog een paar kansen over in het seizoen. Gerardsbergen, de laatste dag van de Bing Bang Tour, is daar één van. Ik wou dat ook niet zo laten schieten zonder slag of stoot. Dus ik ben op mijn één been gefinished. En het waren nog slachtoffers van de valpartij die mij altijd wel geduwd hebben tot aan de streep. Dat is wel een aandoenlijk beeld, als ik dat mag zeggen. Beeld, allee, ja. Of drie zoeken. Het is niet dat hij zit te denken van het gaan hier camera's staan, ik ga er goed uitkomen. Hij had dat ook gewoon gedaan. Moeten we op training samengevallen zijn en hij moest me naar huis duwen. Dan had dat ook wel gebeurd. Heb jij dat gevraagd aan hem of heeft hij dat voorgesteld? Hoe gaat dat dan? Nee, ik kwam... Eerst was het Alex Edmondson, die samen met mij vertrok. Echt in laatste positie. En die begon met te duwen, omdat hij zag dat ik er aan het pikkelen was met mijn been. En toen kwamen we bij Dries en zo. En toen heeft hij dat gewoon overgepakt tot aan de finish, zonder te vragen. Ik zou er op mijn één been ook wel geraakt zijn, maar het is wel echt veel aangenamer als je 10 per uur rapper gaat als er iemand duwt. Het is ook een jongen uit de streek, denk ik, Dries de Bond. Ja. Kende jij elkaar goed? Ja, want we hebben eigenlijk een zeer gelijklopende carrière. Ook, hij is ook heel laat prof geworden uit een beetje een verloren positie van bij Elite zonder contract ploegen. Hij is ook zo'n beetje een kermiscoureur die prof geworden is en die dan Belgisch kampioen wordt. Dus eigenlijk zeer veel gelijkenissen met mij, buiten dat hij daar die gigantisch zware valpartij gehad heeft in 2014. Toen ben ik prof geworden en ging hij ook normaal gezien prof worden. Maar dat is natuurlijk niet gelukt doordat hij daar in coma lag. En dat hij toch even tijd nodig gehad heeft om hem te herzetten. Maar hij is dan later... Zoals je allemaal weet, wel vruchtvol prof geworden. Dus op het BK was je niet teleurgesteld met de winnaar? Ik wist dat Dries ging winnen. Dus ik wist echt dat Dries ging winnen. Ik heb vooraf gezegd, ook tegen
dat wordt vaak gevraagd, hè, van zie je dat nu zitten, dat BK-gerein, twee dagen achter een tour? Ik zei, maar nee, want ik ga er verkracht worden door Dries de Bond dat dat niet schoon is. En ja, het is gewoon zo. Hoe weet je dat dan? Omdat het is de man van Hallien Goijhem. Ten eerste, ja, ik ken hem goed genoeg, dus hij zegt ook zo van die dingen. Hij zegt, ik ga BK worden, want ja, al de rest heeft een tour gereden. En, allee, alleen ik kan BK worden. En die wist dat zelf ook dat hij BK ging winnen. En van als dat groepje wegreed, wist ik het nog zekerder dan ik het op voorhand al wist. Dat hij het BK ging winnen, ja, dat was gewoon zo. Zou jij dan een gokkanteur binnengestopt, een daags verdiend? Dat mogen we niet doen. Zeker mogen we niet doen. Ah, dat mogen we niet doen. Dat is wel jammer. Ja. Goeie af. Nee, maar dat is echt, ik heb dat tegen veel mensen gezegd op voorhand dat de Dries ging winnen. Mochten ze nog eens zeker zijn, mogen we altijd iets ja, pas op, maar ik ben, laten weten. Moest ik gokken, het zou een goede gokker zijn. Maar gaat hem sowieso 5 sterren geven voor de start? Absoluut, ja, ja. Als nummer 1. En Tim Allee had ik ook wel veel kans geven, maar Dries was echt zeker mijn favoriet. Nu, uiteindelijk, uw val... Schade bleek nog wel mee te vallen, of was toch minder erg dan je zelf gedacht had. Ja, ja. En toen kwam geen twee volgen. Weer al. Ja. Ja, weet je jij iemand hierboven iets misdaan dat je er dit moet jaar zijn, zo vaak hebt bijgelegen? Het enige wat mij geruststelt, is dat altijd massavalpartijen zijn. Moest ik telkens alleen vallen, wat dat gelukkig nog nooit gebeurd is, want dat is natuurlijk de afgang der afgangen. Is dat zo in het peloton? Als je echt alleen valt, ja, dan is het eigen fout. Hè. Dus ja. Dat is me er nooit niet overkomen, gelukkig. Maar als het altijd zo'n massaval is, ja, dan weet ik dat toch aan pech. Want ja, ik daar ook. We rijden door de moeren, wat dat traditioneel een zeer gevaarlijk punt is in de pannen. En ik weet nog dat we daar indraaien, mijn ploegmaat voor mij en ik als tweede van het peloton. En dan hebben we wel zoiets, oké, we doen er hier alles aan om niet te vallen. De jongen heeft gans die moeren doorgereden, het was vol tegenwind, geen gevaar. Met mij in het wiel, in eerste en tweede positie. En dan was het gevaar eigenlijk geweken. Toen zei ik tegen hem, kom, we gaan iets chiller aanpakken in het midden van het pak, want we zijn nog ver van de bergzone. Mm-hmm. En weer, ineens, massavalpartij. En ja, niet te vermijden. Dan leed het. Plakte jij je plakkers zelf? Of smanierde jij je eigen als je zo met schaafronden zit? Of tijdens de koers of wat? Dat mag tijdens de koers en dat mag na de koers. Ja, tijdens wat het open ligt, ligt open. En ja, dan is dat naar die finish geraken. En achteraf, ja, dus, er is altijd wel een dokter mee van de ploeg. Dus die doet dat. En thuis, ja, ik heb een apotheker. Hè, ja, het is juist. Dus, altijd goed zit voorzien. Zit eigenlijk aan de bron van de plakkers en zo. Maar ik zou er liever iets minder gebruik van maken volgende jaar als het niet geeft. Voor de Ronde van Vlaanderen zou dat dan wel klaar geraakt. Greg van Avermaat niet. Helaas. De week verdienen ze wel nog met jullie gaan trainen. Omdat nog even afhing ja. Van... Gaat het lukken, gaat het niet lukken? Het was ook zo wel een duidelijkheid over zijn blessures. Van, hier las dat hij dat en dat gebroken had. Daar was dat en dat. En zelf zetten van, ja, het valt eigenlijk allemaal wel mee. Maar dan, ja, na die training, denk ik dat hij wel besliste van... Allee, hij was nog altijd goed. Hij was nog altijd, altijd een tweede boven. Maar ja, het is niet genoeg, hè, voor Greg. Maar is dan in spaarmodus? Laat u hem dan maar sparen dan in die trainingsrit? Of ga je er echt vol? Nee, ik ben bezig met mijn Ronde van Vlaanderen. Dus we gaan naar de Quarmond en we gaan die in volle bak doen. En ja, dat is ook goed voor hem, denk ik. Moest ik in spaarmodus gereden hebben en hij reed ermee af. Dus dat hij zeker gestart hebben. Maar dat had achteraf gezien wel niet slim geweest. Want hij vertelde ook dat hij hij is ook nog met de ploeg gaan verkennen, daags nadien. En toen, met zijn ploegmaat zit hij er wel allemaal af. Dus ja, moest hij daags voor die mij er ook afgereden hebben, dan zou hij het moeilijker gehad hebben om de koers te laten schieten. Maar ons training, dat was echt vol een bak, like, altijd de ronde verkenning. Hoe is het eigenlijk zo koersen dit jaar geweest? Op zijn lege Koppenberg of een oude Quaremont? Niet hetzelfde. Dat is echt niet hetzelfde. Ik weet nog van andere jaren dat gevoel op de Quaremont, dat is iets dat je mij niets kunt vergelijken met een wielerjaar. Qua kippenvelmomenten eigenlijk, vind ik. En dat volk dat stuurt je echt vooruit de lawaai, dat is iets dat... Twee dagen daarna ligt nog in je bed met een tinnitus in je oren. Dus dat is eigenlijk wel iets geschift. En, ja, en nu? Dat is echt... Ja, nee. Dat is niet. Maar ja, ik ben super dankbaar dat het doorgegaan is. Het is geweldig, het is fantastisch. Maar ja, ik hoop dat het de laatste pandemie is dat we in ons leven moeten meemaken. Enige voordeel natuurlijk, geen volk op de oude Quaremont. Dus ook geen jasjes waar dat je achter kunt blijven. Oh, niet dat dat uw schuld was. Ik heb er niet over gevraagd, maar het was toch ook gepasseerd. Nu, het koersverloop zelf dan. Het gedroomde scenario, of toch voor menig wielerfan, kwam dan uiteindelijk uit. En dat is het man-tegen-man gevecht tussen Van der Poel en Van Aert. De battle. De battle. Ik stel voor dat we nog een laatste keer een VRT-fragmentje erbij halen. Alleen. Daarachter zoekt Oliver Naassen de derde plek, maar hij krijgt Van Marke en andere Christophs niet los. Vooraan is het nu zo snel mogelijk naar Oudenaarde, waar de twee gaan sprinten voor de ronde. Mathieu van der Poel of Wout van Aert. Ze hebben genoeg voorsprong om het tactisch te spelen.
opkijken, oppassen en niet te lang meer wachten. Want we zijn op 200 meter. Nee, nog 200 meter. Ik zal beginnen. Daan heeft hem heel goed opgevangen. En dan Van Aert erop en erover. Gaat Van Aert erop en erover. De tweestrijd. En wie houdt er het langst vol? Wie komt? Is het Van der Poel of is het Van Aert? Het is. Ik weet het niet. Van der Poel weet het ook niet. En dan... Michel, wat? Hij wist het niet. Ja. Hoe heb jij die in Arrivé beleefd? Jij zat er niet zo gek ver achter. Wanneer wist jij wie uiteindelijk gewonnen had? Ik heb Mathieu gekruist als hij zo begon te schreeuwen. Dus ik denk dat het was wel duidelijk dat hij gewonnen had. Ja, op de eerste rij eigenlijk. Ja, ja. Nu, je had op voorhand gemikt op top 5. Vertel eens hoe zij dat uiteindelijk op plek 7, als ik me niet vergis, terechtgekomen. Waar? Goh, ja, ik wist natuurlijk wie dat de favorieten waren. En ik wist ook dat er een niveauverschil is tussen een top 2. Misschien Alaphilippe, dat wist ik. Dat was moeilijk in te schatten. En mezelf, maar ik wist wel ook dat ik daar juist achter kwam. Allee, dat, je hebt die drie en ik wist wel, dan moet ik ongeveer gaan komen. En ja, hoe gaan we ze kunnen houden, hoe gaan we ze kunnen afhouden? Dus dat was sparen tot die Koppenberg. Toen reden we weg met een groep, met ons vier erbij. En dan, juist voor een Tijenberg, ja, in zo'n paar bochten, ja, rennen ze met Julien en Mathieu weg. Wout en ik zitten er een beetje achter. Ik vraag Wout voor over te pakken. En hij sprint eigenlijk van mij weg, dus dat was gepasseerd voor mij. Maar ja. Toen zat ik eigenlijk op mijn plaats. En moesten er vier weggereden zijn, was ik meegewist, maar het waren er maar drie. Ja. Als je in die achtervolging zit, hè, vooraan Alaphilippe komt om ten val, Gelle passeert niet zoveel later. Wat denkt je dan als je die daar zo ziet liggen? Want het is een heel gek stuk om te vallen, natuurlijk. Inderdaad, van wat de hel, bizar. Maar ik was eerlijk gezegd op dit moment iets meer bezig met de koers als met hem. Terecht, voor alle duidelijkheid. Dus ik dacht van, ja, oké, drie quicks hebben ze bij mij. Oké, alles kan nog. Maar die mannen waren al drie dood en die reden ook niet meer dan... Allee, minder eigenlijk zelfs dan mij. Dus ja, dat was... Een spijtige zaak. Stel dat jij bij die twee toch mee bent met Van der Poel en Van Aert in die sprint. Op hoeveel lengte eindigde jij op de meet? Goh, dat is moeilijk te zeggen. Ik heb altijd wel geklopt. Dus, op hoeveel lengten? Dat is misschien wel wat veel gezegd, maar ik zou er geen 100 meter achter zitten. Ja, het is ook niet dat ik hier de slechtste coureur ter wereld ben ineens, maar ja, ik zou hoogstwaarschijnlijk niet gewonnen hebben. Hè. Dat is het ding, als je die sprint zo bekijkt hier van Mathieu en Wout. Het ziet er niet indrukwekkend uit, 1-1. Dus er eigenlijk een derde moeten bijzitten om dat te kunnen, om dat meer te kunnen plaatsen. Mm-hmm. Dat is eigenlijk hoe indrukwekkend dat wel is. Maar ja, ik was er niet bij, dus ik kon het niet zeggen. Hè. Yves Lampaert zegt achteraf dat hij tegenover het jaar voordien in de laatste 100 kilometer 30 watt gemiddeld meer getrapt heeft dit jaar. Pff, ik kan het niet zeggen. Dat is het najaar tegenover het voorjaar, mooi weer. Dat is toch veel? Dat is veel verschil, dat is bizar. Dat is me niet opgevallen eigenlijk. Want jij was, mag ik zeggen, misschien de vierde beste man in koers. Denk het wel. Maar ja, wat koop je daarmee achteraf? Niks. Niks, want vandaag weten we dat nog, omdat je ook je voorbereidingswerk gedaan hebt. Maar volgend jaar, dat is hetgeen wat het probleem is met die uitslagen lijken de kikserij. Volgend jaar is dat de vraag over de Ronde van Vlaanderen. Hoe komt dat je nog nooit prijs gereden hebt in de Ronde van Vlaanderen? Ja, hoe komt dat? Juist niet mee met de drie beste van de jaar. En dan in dat fraksje gereden over twee jaar. Zo vliegen de jaren voorbij, dus dat is wel ambetant. En volgend jaar zal het ook niet zo ver zijn, want Greg van Avermaat die heeft al gezegd ik de ronde en Olly mag al de rest hebben. Daar ja, Sagan komt er terug bij. Het is altijd iets. Hè. Het is echt altijd iets. Zie je uzelf ooit de ronde nog winnen? Het is altijd een scenario waar ik hem kan winnen. Hè. Ook dit jaar was er wel een scenario waar ik hem kon winnen. Maar ja, de kans is gewoon klein, want... Bijvoorbeeld nu van het jaar, Mathieu en Wout, die waren effectief wel beter. Dus ja, want die rijden er ook af, hè, dus dan zijn die gewoon beter. Maar het zijn al slechtere coureurs die de ronde gewonnen hebben. Dat is ook wel een feit. Dus. Dat is zeker waar. Ja. Als ik volmondig zeg, ja, ik zie mijn eigen Ronde van Vlaanderen winnen, dan komt dat over als een beetje wereldvreemd misschien. Maar ja, het is een droom en het is de goal. Ja. Komt Sagan op niveau terug, van zijn niveau van 5 jaar geleden? Moeilijk, ik weet het niet. Ik kan ook niet zeggen dat hij slecht is. Hè. Want zijn in Giro daar... Dat was echt wel zeer, zeer goed dat hij daar reed. En dat is dan één fantastische overwinning. Veel heel dichte tweede plaatsen. Je kan echt niet zeggen dat hij een slechte coureur is. Hè. Maar de Sagan die... Ik heb nu zo... De Sagan van een paar jaar geleden, dat is zo de Mathieu van der Poel van nu, vind ik. En gaat hij dat nog halen? Ik weet het niet. Het is moeilijk. Het gaat er niet makkelijker op worden, want ja, hij was ook heel vroeg heel rijp. Hij is mijn generatie nu. Hij is ook 30 jaar geworden, dus met andere woorden. Dan hebben we nog 2-3 super, super jaren voor de boeg. Maar dan... Daarachter gaat het niet meer beter. Hè. Zeker niet als je zo vroeg rijp waard lijkt. Je hebt ermee in de Tour gereden. Hè? Zie je dat het minder is dan 2-3 jaar geleden? Of op een of andere manier? Of totaal niet? Het enige wat me opgevallen is dit jaar. Ze hebben zo van de organisatie dezelfde ploegen bij elkaar proberen te houden in de hotels. En wij zaten dus vaak met Bora. En wat hij anders altijd zo deed, was dat hij niet wist wie dat ik was. En geen ene coureur bij naam kende, was hij nu kun je vriendelijk. En zo bezig van
ja, het is open dat het doorgaat, het is open dit, het is open dat. Terwijl dat die anders, als we precies deden, dan is het open dat die fucking koers hier kan ontploffen. Ik weet niet, die deed ik terug. Ik denk dat hij het precies meer kan appreciëren, het fietsen en het koersen nu, dan zo... Dat hij, ik denk dat hij zo een paar jaar in die goed gehad heeft van al wat dat wielrennen en fietsen was. Dat hij zijn liefde voor de koers wel teruggevonden heeft, maar ja, brengt dat de prestaties terug, dat weet ik niet. Van zijn piedestal afgestapt? Ik denk het misschien wel, ja. Wat meer Oliver Naassen geworden. Ja, goed, het is speciaal, hè. Nu, tot slot, uw seizoen eindigt zoals het begonnen was en hoe het zo vaak gegaan is, want in de pannen. Ja. Niemand die het zou kunnen raden, maar er legt er weer eentje tegen de vlakte. Het lag er weer veel tegen de vlakte. Ah ja, oké. Okay. Dus ja. Ook weer nieuwe schuld doen. Nee, ja, het is weer zo hetzelfde stom verhaal. Ja. Kilometer 10 draaien we een stuk in dat zeker op de kant gaat gaan. Als ik daar niet een 10 draai, als ik daar niet bij deze 10 draai, dan weet ik het niet. Dat is zeker helemaal vooraan dat ik die bocht pak. Last minute, Kwiatkowski wil het nog het 9e draaien, schiet onderuit, pakt mij een Stef van Marken mee. En zo, ja, voilà, here we go again. En dan vertrekt het terug. En dan is dat, ja, welk peloton is dat hier? Het 8e, het 9e? Ja. Nee, het 12e. Ah, okay. Je hebt er totaal geen zicht op dat moment? Of? Ja, je weet, je hebt er wel zicht op dat gezien in de verte, allemaal wire naar wire. Maar je weet, ja, die dag is hier gepasseerd. Komt niet meer goed. Yves Lampaert wint de driedaagse Brugge de Pannen. Dat is weer iemand van uw niveau dat dan... Ja, ik vind dat mooi voor hem, maar dat is altijd... Ergens doet dat een beetje zeer, ja, natuurlijk. Want wordt dat een beetje jullie lot, dat de kruimels tussen haakjes oppakken die Van Aert, Van der Poel en Alaphilippe laten nee, liggen? Nee, want die vraag konden mij 3 jaar geleden ook gesteld hebben met Sagan, die even oud is als mij. Kijk, voilà, hier zitten we dan. Hè. Het is echt lang geleden dat hij nog in een daskoers voor mij was. 10 jaar is standaard niet. En dat is een stom zinnetje dat vaak terugkomt, maar dat is ook wel echt zo. Ik denk niet dat er voor ons geen plaats meer is van voor in de koers. Maar ja, natuurlijk. Statistisch gezien is de kans wel groot dat Wout en Mathieu veel koers gaan winnen de komende jaren. Dat kunnen we niet negeren, maar ze gaan er veel meer verliezen dan ze gaan winnen. Hè. Als ik je vraag wie de man van het seizoen is, wie zeg jij dan? Toch Wout, hè. Boven Roglic. Ja, het is natuurlijk een beetje een andere sport als ze beoefenen, maar moeilijk. Roglic is ook wel echt wel indrukwekkend. Dat is ook iets dat je niet alle keren ziet, maar Wout is zo compleet, hè. Het zijn die tijdritten, dat zijn die... Een bergrit zou kunnen winnen, moesten ze eigenlijk zeggen, we gaan vandaag een keer uw kaart trekken, wint hij een bergrit in een Tour op het hoogste niveau, wint hij dan daags in de massasprint. En als hij met een beetje chance de tijdrit nog kan winnen ook. Allee, dit jaar hebben we chance dat die tijdrit op die planche de Belfie aankwam. Moest dan een vlakke tijdrit zijn. Ja, maakt niemand geen schijn van kans. Hè. Spreken we niet over een paar seconden dat hij mee zou gewonnen hebben. Maar ja, natuurlijk, had en zo doen niet mee in de koers. Of in de sport, de koers. Maar het is toch wel echt zotse. En zo'n Roglic in een Tour... Ook supervriendelijk. Heb je daar contact mee? Ja, eigenlijk wel. Ja. Hij is zeer stuurd naar de media toe. Naar de media toe lijkt hij zo'n beetje, ook zo'n beetje een speciale, maar in het peloton is hij altijd vriendelijk. Natuurlijk, ja. Als ik met iemand van mijn ploeg, een Bardet of zo, rondrijd, dan komt er wel altijd een beetje in elkaars vaarwater. En dan weet ik wel dat dat zo, door mij aan te spreken, dat is een beetje zijn manier om te zeggen, ik ben hier, ja, snij me hier een bocht niet af en makker, want het is hier wel iets belangrijker voor mij als voor u. En dan zegt hij altijd zo dingen, they ride hard. Eh. Oh, I'm so tired. Zo. Dat ik denk, fuck you, mate, I'm tired. En zegt hij dan Olly, Oliver, Naassen? Of hoe spreekt hij dan zo'n... Zo, of Naassen naar Oliver, ja. Zoiets. Niet Naassens. Nee. Zij, beter als de gemiddelde Vlaming. Ja. Nu nog een slotvraagje. Het hele jaar, het hele seizoen is anders geweest dan anders. Dus geen criteria in China of Japan dit jaar. Vinden dat jammer? Ik heb dat nog maar 1 keer gedaan. Zo'n vercriterium, dat was vorig jaar. En toen was dat superleuk, want dat was het criterium in Saitama, dicht bij Tokio. In Tokio heb ik familie wonen die we heel zelden zien, dus dat was de leuke gelegenheid om daar nog een keer een citytrip van te maken. Dat vind ik dat jammer. Ja. Dat is gewoon een leuke reis, maar ja, al wat daar niet georganiseerd wordt, is jammer. Hè. Want dat publiek daar in Saitama, dat is wel iets dat je nergens anders ziet. Hè. Ik heb daar foto's en beelden van gezien. Daar zijn mensen met een spandoek of zo'n soort pancarte. Ja. Dat is met Oliver Naassen correct geschreven dan ook nog. Dan kom je uit je hotel en dan is dat precies gelijk dat je Michael Jordan bent of zo. Hè. Is dat zo? Dat is echt geschift. Dat is echt ongezien. Dus dat is vooral voor die mensen spijtig. Die beleving daar, dat is iets dat ik in Vlaanderen nog, of in Tour of gelijk nog nooit niet gezien. Maar dat is wel bij gestuurd, want ik ben ook al geweest. Dat zijn allemaal schoolkinderen die dan voor elke herinnering moeten... Nee, dat zijn volwassen mensen ook, hè. Er zitten daar veel volwassen mensen bij. Like op dat parcours dat staat dus... Dan pas vol. Goh, wat was het nu weer? Op zo'n criteriumparcours, ik geloof dat er 80.000 mensen stonden of iets. Maar 80? Maar dat is een parcours van 2 kilometer. Hè? Dat is echt de 10 rijen dik dat ze daar stonden toen. Ik dacht van, hoe is dat hier? Kunnen we allemaal voor u? Zeker niet, maar...
maar ze wisten toch wie dat ik was. En ze hebben daar ook zo stripverhaalreeksen, van die manga-stripverhalen met over de koers. En dan, ja, dan kijkt er en dan gaat het effectief over de coureurs. En die weten, die kennen de personages en al. Dat is echt wel straf, hè. Big business. Misschien wel, ja. Goed, Oliver, we zijn aan het einde gekomen van ons wielerjaaroverzicht. Vond het een beetje plezant, hè? Het was gezellig, hè. Herinneringen ophalen is altijd leuk. Zelf al lag ik tegen het dek. Hoort erbij. Zie je, het zit om volgend jaar opnieuw hetzelfde te doen. Dan gaan we het eens hebben over je overwinning in de Ronde van Vlaanderen. Kijk, als je me vraagt, is het altijd teken dat het goed geweest is, hè. Zeker wel. Ik ga je nog eens bedanken voor je tijd, voor je vriendelijkheid. Merci. En ik wens u heel veel succes in 2021, wat hopelijk een iets normaler wielerjaar wordt. Thank you. Dit was deel 4 van het wielerjaaroverzicht van het Nieuwsblad. Speciale dank aan Oliver Naassen en voor de fragmenten Sportza en de redacteurs Michel Wuits en José de Kouwer. De volledige credits vind je in de show notes van deze aflevering. Wil je reageren? Dat kan door te mailen naar podcast@nieuwsblad.be. Als je deze podcast leuk vond, abonneer je dan via je favoriete podcast-app en beluister ook meteen De Stemmen van Assise en Shotcast, de twee andere podcasts van het Nieuwsblad. Schrijf gerust een review, zo toon je ook anderen de weg. De koers is van ons.